Hallo, dit zijn de kaartjes voor de tweelingen voor augustus. Ik ga werken met de opgestegen meesterkaartjes en de kaartjes van Mother Mary, Moeder Maria. Maria komt als eerste en gaan we eens even kijken voor jullie. Oh, mooi! Blessings! Nou, staan mooie dingen te gebeuren in augustus voor jullie tweelingen? Oké, maar het is ook het kaartje van let op je kleine blessings. Dus de mooie dingen. Misschien ben je wel gefocust op, ik krijg dat nog niet. Maar kijk eerst eens naar de kleine dingen die je al hebt waar je wat waardevol voor je is. En let op signalen en wees dan ook dankbaar. Hè? Dankbaar, zeg, wees maar van engelen of bron of God of Maria zelfs. Bedankt voor al die mooie dingen die op mijn pad komen. Maar er komen dus, als je gewoon maar op de kleine dingen let, komen er nog grotere dingen op jullie pad. Oké, en dan ligt de enthousiasme. Oké, dus doe maar leuke dingen, hè? En volg je passie, in feite. Dus waar je van geniet, ga dat nog wat extra doen in augustus. Hè, zij kijkt natuurlijk naar haar kind, hè? En heeft die liefde voor dat kind en is daardoor enthousiast. Maar voor iedereen heeft dat zijn eigen kant. Van enthousiasme. Oké. Er wordt over je gewaakt. Je bent beschermd, zeg maar. Ik voel me veilig en ik geniet van mijn leven met enthousiasme. En ik weet dat heaven is watching over me. Dus dit is een bericht ook van eventuele geliefden uit het universum die komen zeggen van ja, wij zijn hier en we zijn vaak in jullie energie. Ik zal nog even vragen of er speciaal iets komt. Nee, dit is meer een algemeen bericht van het universum. Die dus ook zegt met ons is alles goed. Wij zijn vaak bij je, want je kan. Ook al heb je die blessings, voel je soms toch verdriet of zo. En weet dat zij je steunen. En richt je dus op het enthousiasme. Hè? En dan komen er meer blessings. Dan komt er meer op je pad. Oké, en dan komt het kaartje van Mozes. En die zegt, take charge of the situation. Dus ja, richt je op de positieve dingen en geef dus die negatieve dingen niet te veel aandacht. Doe de dingen waar je vrolijk van wordt, waar je van kan genieten. Hè, dan komen die blessings en je hebt die kracht die Mozes had om die zee te splitsen met de hulp van. Hè, die zit ook in je. Dus vraag om hulp. Omring je met positieve mensen. En zoek misschien mensen die in hetzelfde zitten en die zeggen, kom, we gaan met z'n allen vol enthousiasme leuke dingen doen. Hè, want jullie zijn ook wel groepsmensen. Oké, zeggen ook, schrijf anders eens op waar je echt naartoe wil. Hè, Toot komt en de Egyptische god. En weet je, met dat enthousiasme kan je de ene dag enthousiast zijn en de andere dag echt tot rust komen. En als je tot rust komt, kan je ook eens op gaan schrijven of de een kan een moodboard maken met waar hij naartoe zou willen. De ander gaat dan opschrijven in een dagboek. Wat was er mooi aan deze dag? Hè, aan het eind van de dag? Of waar wil ik juist naartoe?
van jezelf weet je heel goed wat belangrijk is voor jezelf. Maar dat kan dus wel met schrijven zijn. En anders moet het in een persoonlijke reading, hè? Dan kan ik echt duiden waar dat voor zit. En dan krijgen we het kaartje van stay focused. Dus blijf rustig je blessingen richten op de positieve dingen. Blijf de dingen gewoon vol enthousiasme doen. Af en toe wat opschrijven. En dan weet dan dat je beschermd bent. Hè? Dat het universum bij je is. En dan blijf je gewoon helemaal rustig. Ik zal even vragen of hij nog wat verder wil melden. Kijk, die situatie die nog geheeld moet worden. Zegt hij, blijf daar niet te lang hangen. Dus geef het je aandacht, maar ga dan ook zeggen van oké, en dan geef ik het over aan het universum. Want het is bij mij helemaal verwerkt. Dus nu hoef ik niet verder nog verder stappen te nemen. Ik zorg gewoon lekker dat ik vol enthousiasme de dingen doe in dit leven. Mijn blessingen eigenlijk daarvan geniet en dankbaar ben voor alles wat in mijn leven komt. En als er nog dingen zijn, dan vraag je ook de hulp van je gidsen, zeg maar. Van de overledene of van de gidsen. En zijn voor sommige mensen is ook wel van een eerder leven al, hè? Zijn er gidsen in je leven? Heel bijzonder. Nou, lieve tweelingen, dat zijn de kaartjes voor augustus. Ik ben natuurlijk altijd bereikbaar voor een persoonlijke reading of healing. En dan zie ik jullie graag weer volgende maand. Dag!